ziet al die visjes hier al. Kijk, super leuk. Oh, visjes zijn weg. Oh, daar. En het water is zo mooi blauw. Kijk nou. Super chill. Na de hectiek van alle dagen die hier aan vooraf gingen met het organiseren van het feest en allerlei andere bezigheden, gaan we nu zo meteen lekker varen op een bootje. Tididi! Rondom dat eilandje hier. En daar is ook nog een eiland. Dus dat wordt denk ik heel erg leuk. En morgen ga ik met James van der Poel, dat is een soort van... het is een Nederlander, maar hij woont hier en, met zijn vrouw en hij heeft heel veel kinderen overal. En we gaan met hem, ga ik met hem en zijn vrouw de jungle in. Voor een nachtje gaan we de rivier op en dan, dus dat is landinwaarts. Dan gaan we aan het meer of aan het water, daar ergens hoog, gaan we daar overnachten. En ook wild schieten en zo, dus super primitief. Zeg maar mijn scouting skills waar ik eerder al over had, die komen dan hopelijk van pas. Ik ben niet zo'n ervaren survivaler. Ja, ik ben wel eens geweest kamperen in de Veluwe. Maar ja, dat is niet te vergelijken met de oerwoudachtige bossen van Papua. Dus ja. En hij had het ook al over kangoeroes jagen en schieten en opeten. Dus ik weet niet hoe dat gaat zijn. Maar het wordt wel leuk, denk ik. Dus, of leuk, het wordt spannend. Ik ga mijn leven wagen en gevaren trotseren en zo. Iets wat ik nog niet heb gedaan, want het enige wat ik nu doe is een beetje als een toerist hier hangen en gezellige dingen eten met vol prop met allerlei vet eten, want ze eten hier alleen maar shit gebakken, niks. Ik wil gewoon een salade met sla, of een salade met tomaten, komkommers en andere rauwkost. Het enige wat ze doen is bakken shit met olie, bakken en alles vet en bakken. En, ik ben echt zo'n verwend popje hier, jongen. We kunnen hier niet internetten. Ook zo'n ding. Niemand heeft hier internet. Nergens. Wat super chill is. Niks, geen WhatsApp, niks, geen Facebook, niks, geen Instagram, Snapchat, bla bla bullshit. Niks. Gewoon wij en het eiland. Doei! One, two, one, two, keep it on. Listen to the shit because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. Pour your eggs, okay, then you go up the river. Listen to the ass track, that freaky nigga. Zijn we dan? Ah, op het eilandje. Met de boot die ons heeft gebracht. Fucking nice. Fucking nice. Oh my god. Het zijn gewoon echt witte stranden, hè? Ja, ik voel me echt zo'n stomme toerist nu, hoor. Maar het is gewoon echt super cool. Alle andere dingen, het is gewoon echt...
afspraak daar, afspraak of überhaupt, wil ik altijd, weet je, ik ben altijd druk, ik moet altijd dingen doen. En dan doe ik het zelf hoor, maar dat, ik moet altijd dingen doen. En hier hoef ik gewoon niks te doen. Ja, ik zal je wel helpen, alleen dat gaat ook allemaal met de Franse slag. Wanneer het uitkomt, worden geen tijden genoemd, het is gewoon allemaal, nou ja, we gaan maar een beetje, lalalala. En dat is superleuk. Alleen, het is wel even wennen, want ik bedoel, ik ben heel erg gewend, ik ben echt zo'n control freak, ik ben echt gewend om een soort van alles in de hand te hebben. Nu moet ik het gewoon losgelaten en dat is wel, het is wel fijn eigenlijk, ja, het is wel chill. En als je dan op deze eilandjes heen cruist op een bootje, de diepblauwe zee, nou, dan is dat niet zo heel erg moeilijk. 3! Scared I won't make it to the other side. Jesus. God knows I failed. So that's a lie. Jesus. Nee, op het strand met je billen bloot. Melk uit kokosnoot. Yeah! Je wordt vanzelf groot. Nee. Deze guy denkt dat ik een foto van hem maak, maar ik ben eigenlijk mezelf aan het filmen. En nu lepel ik. Met een zelfgemaakte lepel. Kokos uit een kokosnoot. Nyam, nyam, nyam. Hey! Kijk. Yo, this that thug life. One life with my knife. Guys. Hij wilde graag dat ik hem filmde. Dus bij de. Oh, hij komt er nu aan. Oké. Okay. What's up? Yeah. Oké. Tot zover deze random guy. Oh, foto. Oh, hij wil foto maken. Oké, okay. Well, let's do that. Oh. Nice. Hij denkt nog steeds dat dit een fotocamera is. Ja. Maar boeien. En het tandenpoetsen. Met zand. Ze poetsen hier het tanden met zand. En dat is schoon. Is heel vies. Kijk. Palmbomen. Gek jongen, je tanden voeten met zand is heel raar. Wel leuk. Ik gat er dan maar. Nou, heb ik dat ook eens gedaan met tanden gepoetst met oi, oi, oi. Wat een dag. We gaan zo meteen achter die bergen. Oh, die bergen zijn zo fantastisch. Als je met die wolken... Het is echt zo hoog, moet je kijken. Super cool. Vind ik. Kijk nou, fantastisch. Het zijn echt bergen, hè? Ik als Nederlandse boerin. Ik ken alleen maar de heuveltjes in fucking Limburg. Ik zeg het ook de hele tijd. Wordt wel leuk. Dat is echt volgens mij mijn standaard ding wat ik zeg altijd. Wordt wel leuk. Het is ook wel leuk, maar ik moet het niet ook zeggen. Dat is gewoon stom. Wordt wel leuk, ja. Nou, lig ik weer in bed. En morgen, oh my god, morgen word ik om 10 uur opgehaald door John. Ook zoiets. Tijd afspreken met mensen. Een of andere guy... vroeg of ik mee wilde met hem en zijn vrienden naar een of andere tent of zo. Ik dacht, nou oké, goed. En ze hebben afgesproken. Was een, overigens een neefje van, dus dat was allemaal prima. Maar
afgesproken. Kwam die niet opdagen. Of nee, kwam niet opdagen. Hij lag nog te slapen. Blablabla. Zei hij, sorry, vanavond. Oké. Vanavond was hij weer. Had hij andere shit te doen. Deze mensen kunnen geen afspraken maken. Ik word er helemaal gek van. Maar ja, wat ik dus net ook al vanmiddag ook over nadacht. Dat ik gewoon een beetje los moet laten. Dat tijdsgebonden leven. Dat je allemaal gewoon iets makkelijker, iets vrijer, iets komt wel, boeien. Morgen ga ik dus met Mr. James en zijn vrouw mee de jungle in kamperen. Dus dat is zo cool. Daar heb ik wel zin in. Dus ik ga nu even goed slapen, want het is morgen vroeg al.